Kom recht op je mat zitten in kleermaker zit. De band ligt over je knieën en je komt zo rechtop mogelijk zitten. Dus je voelt dat je echt bovenop je zitbotje zit en dat je niet een klein beetje naar achter hangt, maar dat je echt een lange rug maakt. Kruin naar het plafond en zitbotjes die stuur je juist de mat in. Eventueel kun je jezelf nog wat meer in positie brengen door echt bovenop die zitbotjes te gaan zitten. Dan pak je de band vast tussen duim en wijsvinger. Op kniebreedte en dan breng je de band op borsthoogte. Dus zorg dat je hem niet te hoog en niet te laag hebt, maar dat je hem echt recht voor je borst hebt. Dan ga je op een inademing de band opzij trekken. En op een uitademing kom je weer terug naar het midden. In het totaal ga je dit 5 keer doen. Dus je gaat vanaf borsthoogte je armen uitstrekken opzij, waardoor er spanning op de band komt. En je focust vooral op je schouderbladen. Dus het is belangrijk dat als je de band opzij brengt, dat je voelt dat je schouderbladen naar elkaar toe komen. En als je terugkomt, dan probeer je je schouderbladen op die plek te houden. Dus laat ze niet te veel meebewegen met je armen, maar hou je schouderbladen zo goed mogelijk bij elkaar en mooi laag over je rug naar beneden. En op een inademing breng je je armen opzij en op een uitademing komen ze terug. Als je dat 5 keer hebt gedaan, dan buig je je ellebogen naar achter. Je houdt spanning op de band en dan strek je de armen weer naar voren. Je buigt breed je ellebogen naar achter en op een uitademing stuur je ze weer naar voren. Dat doe je in totaal 4 keer. Zorg dat je steeds wat spanning op de band hebt, ook als je je armen uitstrekt naar voren. En in het totaal doe je dit 4 keer en als je dat 4 keer hebt gedaan, dan breng je de band weer terug naar voren. Je houdt nog steeds die spanning op de band en dan breng je op een inademing de armen omhoog met nog steeds die spanning op de band. En op een uitademing breng je de armen langs het lichaam opzij naar beneden en de band achter je langs omlaag. En dan breng je uiteindelijk op een inademing de armen weer terug omhoog en op een uitademing weer voor je lichaam naar voor je borst. Dat doe je dus op een inademing de armen omhoog, op een uitademing met een wijde cirkel komen je armen naar beneden en komt de band achter je lichaam langs. Dit doe je in het totaal 3 keer. Op een inademing breng je de armen weer terug omhoog en op een uitademing komen ze weer voor de borst, voor het lichaam. Laatste keer, je ademt in de armen omhoog. En op een uitademing komen de armen met een wijde cirkel naar beneden. Breng die schouderbladen goed naar beneden. Breng ze naar elkaar toe en hou die schouders ook mooi laag als je uiteindelijk weer terugkomt met de band omhoog. Dus het is belangrijk dat je goed die schouders laag houdt en dat je focust op de schouderbladen in plaats van te veel op de bovenkant van je schouders. Dan breng je de band helemaal op spanning. Je strekt je armen uit opzij. En dan ga je op een uitademing naar links twisten. En dan kom je weer terug naar het midden. En dan ga je naar rechts. Je houdt de band tegen je borst aan, dus je haalt hem niet van je borst af. En je maakt je armen zo breed mogelijk. Zoveel mogelijk ruimte tussen je schouderbladen wil je creëren. Dan doe je nog 1 keertje naar links. Dus armen ver weg van je vandaan sturen. Schouders zijn mooi laag. Veel ruimte tussen je schouderbladen. En dan uiteindelijk nog 1 keertje naar rechts. En dan kom je weer terug naar het midden. Dan mag je de band loslaten. Je legt hem weer terug over je knieën. En dan breng je je linkerarm omhoog. Je buigt je elleboog en je brengt je hand tussen je schouderbladen. En je gebruikt je rechterhand om je elleboog wat verder naar achter en naar beneden te krijgen. Het is belangrijk dat je vooral de stretch voelt in je schouders en in je onderarm. En als je wilt kun je een klein beetje opzij buigen naar rechts, zodat je ook in het bovenlichaam wat meer stretch voelt. En dan wissel je van kant. Dan breng je je rechterarm omhoog. Je buigt je elleboog. En dan breng je met je linkerhand je rechter elleboog nog wat verder naar beneden. En dan voel je de stretch aan de achterkant van je lichaam en in je schouder. En dan kun je, als je wilt, weer afbuigen opzij naar links dit keer. Om nog wat meer rek in de bovenkant van je lichaam te voelen. En dan kom je weer terug naar het midden. En als je dat gedaan hebt, dan mag je omdraaien, dus dan kom je in de lengte op je mat zitten, aan de voorkant van je mat, zodat je ruimte hebt om uiteindelijk af te rollen naar achter. Dus kom niet te ver naar achter zitten, maar kom vooraan je mat zitten. En dan vouw je de band 1 keer dubbel.
Dus je maakt hem de helft korter. En dan breng je je rechtervoet in de band. En dan pak je hem vast aan de uiteindes. Hoe strakker je hem vastpakt, hoe zwaarder de oefening wordt. Dus voel voor jezelf het beste is om gewoon de uiteindes van de band vast te pakken. En dan lift je je rechterbeen zonder dat je naar achter afbuigt. Dus probeer zo recht mogelijk op te blijven zitten. En dan ga je afrollen, wervel voor wervel, terwijl je je been meeneemt omhoog. Zodat je been uiteindelijk in een hoek van 90 graden is met de mat. Je ellebogen buig je en die breng je naar de mat toe. En je been hou je zoveel mogelijk uitgestrekt naar het plafond en die trek je een klein beetje naar je toe. Dus je voelt dat een rek op de achterkant van je been komt. Dan breng je het elastiek in je rechterhand en je linkerarm strek je uit opzij. En dan laat je op een uitademing het been naar rechts openvallen. Je elleboog van je rechterhand mag je op de mat brengen. Let erop dat je linkerbil heel stevig op de mat blijft. En dat je verder niet te veel meerolt met het been. Het is echt de bedoeling dat het been openvalt. En dan mag je het been weer terugbrengen. En dan breng je het elastiek in de linkerhand en strek je je rechterarm opzij. En laat je het been overvallen naar links. Nu mag je bekken en je heup wel loskomen van de mat. Maar let erop dat je rechterschouder nog stabiel op de mat ligt. En als je dat gedaan hebt, dan mag je op een uitademing je been weer terugbrengen omhoog. En dan pak je beide uiteindes weer in de handen. Dan trek je je been nog wat naar je toe. En dan ga je op een uitademing, wervel voor wervel, weer oprollen van de mat. Dus dan rol je weer helemaal overeind, totdat je helemaal recht overeind zit. En dan wissel je van voet. Dus dan breng je nu je linkervoet in de band en kom je heel goed rechtop zitten. En dan lift je nu je linkerbeen zonder in te zakken, dus je blijft mooi rechtop zitten. En dan ga je op een uitademing jezelf wervel voor wervel neerleggen, terwijl je je been meeneemt omhoog, zodat je been in een hoek van 90 graden staat met de mat. Dan leg je hoofd en schouders neer. Dan buig je de ellebogen naar de mat. En dan trek je je linkerbeen naar de borst, naar je toe, zodat je voelt dat er rek komt op de achterkant van je been. Je rechterbeen strek je ver weg van jezelf vandaan, zodat je ook ruimte voelt aan de voorkant van je rechterbeen. Dan breng je het elastiek in je linkerhand, rechterarm is opzij, en dan laat je je been naar links openvallen, terwijl je heel goed je rechterbil op de mat houdt. Dus laat die niet meekomen. Rechterschouder is op de mat. Je mag je linker ellebogen dus buigen en die op de grond zetten. Dan breng je op een uitademing je been weer terug omhoog en dan wissel je van hand. Dan breng je hem in je rechterhand en dan laat je je been, je linkerbeen, overvallen naar rechts. En dan mag nu je heup en je bil wel loskomen van de mat. Maar het is belangrijk dat je je linkerschouder wel op de mat houdt. En dan op een uitademing breng je je been weer terug naar het midden. En dan pak je het elastiek weer vast in beide handen. Je trekt je been nog goed naar je toe. En dan ga je op een uitademing met lange armen, wervel voor wervel, weer omhoog rollen. Terwijl je je been meeneemt. En dan kom je weer mooi rechtop zitten. Dan haal je je voet uit de band. En dan breng je de band nog steeds dubbel gevouwen tussen je handen. Dan strek je je armen recht voor je uit. En dan ga je één keer rond afrollen naar beneden. Dus je stuurt je stuitje van je vandaan, zitbotjes van je vandaan. En je legt jezelf wervel voor wervel neer, terwijl je je voeten ver van je vandaan strekt. Zorg dat je met je hoofd op de mat ligt, dus dat je echt de ruimte hebt. En dan strek je je rechterbeen uit naar het plafond, terwijl je je linkerbeen ver van je vandaan stuurt. Je stuurt je hak naar het plafond en dan vouw je de band uit. En dan breng je hem over de bal van je rechtervoet. En dan pak je de band gekruist vast. Dus zorg ervoor dat de band niet meer dubbel is, maar je hebt hem nu dus uitgevouwen. Ellebogen zijn op de mat. Je stuurt je been goed naar het plafond en je andere been strek je ver over de mat uit. Als je nu voelt dat je daarmee je onderrug pijn doet en niet goed kunt stabiliseren, dan buig je je linkerknie een klein beetje. Maar liever heb ik dat je het been helemaal uitstrekt over de mat. Dan draai je je rechterbeen goed uit vanuit de heup. Dus dat je je knie naar buiten draait. En dan gaan we cirkels draaien met het rechterbeen.
Dus je cirkelt eerst naar binnen over de middenlijn, dan naar beneden, dan naar buiten en dan kom je weer terug omhoog. Je houdt je been steeds goed uitgedraaid en je cirkelt 8 keer de ene kant op. En als je dat 8 keer hebt gedaan, dan ga je 8 keer de andere kant op cirkelen. Het is heel belangrijk dat je als een huis op de mat blijft liggen. Dus dat je verder niet met je bovenlichaam heen en weer beweegt, omdat je been heen en weer beweegt. En dat je goed je navel intrekt, alsof je je navel door de mat naar beneden wilt sturen. En je andere been hou je zo stil mogelijk. Of je knie nu gebogen is, of dat je je been nu recht hebt. Je houdt hem zo stil mogelijk. En als je 8 cirkels de ene kant op hebt gecirkeld, dan ga je 8 cirkels de andere kant op cirkelen. Let erop dat als je been naar buiten gaat, dus naar buiten draait, dat je niet achter je been aanrolt. Dus je stuurt heel bewust vanuit je core. En daarmee zorg je dat je stevig op de mat blijft liggen. Je ellebogen zijn gebogen, je houdt je handen voor je borst. En dan cirkel je ook 8 keer de andere kant op. Hou je been ook goed uitgedraaid op het moment dat je been over je middenlijn cirkelt. Dus zorg dat je knie dan niet indraait, je been. En als je dat 8 keer hebt gedaan, dan kruis je je armen en dan wissel je van been, van voet. Dus nu komt je linkervoet in de band. En dan corrigeer je als nodig is. Dus je zorgt dat je de band goed om de bal van de voet zit. En dan kruis je de band weer. En dan ga je met dit been 8 cirkels de ene kant op cirkelen. En 8 cirkels de andere kant op cirkelen. Ook hier gelden weer dezelfde regels. Jij ligt als een huis op de mat. Je heupen liggen als een huis op de mat. En je draait echt met je bovenbeen, met het bot van je bovenbeen, in de kom van je heup. Dat is eigenlijk wat je doet, anatomisch gezien. En dat zou je moeten kunnen zonder dat de rest van je lichaam meebeweegt. Ook hier geldt natuurlijk dat als je veel spanning in je onderrug voelt, dat je je rechterbeen een klein beetje kunt buigen. Maar probeer je been in principe gestrekt te houden. Duw goed in die band, alsof je je voet ver van je vandaan in die band wil duwen. En dan cirkel je nu 8 cirkels de andere kant op. Dus dan gaat je been eerst naar buiten, dan naar beneden, over de middenlijn en terug omhoog. Hou je schouders ontspannen en je borst open en adem natuurlijk. Dus je hoeft niet je ademhaling aan te passen op het cirkelen. En als je dan 8 cirkels de andere kant op hebt gecirkeld, mag je je been buigen. Dus je buigt je knie en dan haal je de band van je voet af. Dan vouw je hem weer dubbel en dan strek je je armen uit naar het plafond. Je buigt je knieën. En dan kom je met hoofd en schouders van de mat en dan rol je wervel voor wervel omhoog. Zet je voeten niet al te dicht bij je. Dan wordt het lastig om op te rollen, dus zet je voeten wat verder van je vandaan en pel jezelf wervel voor wervel van de mat met je schouders laag totdat je helemaal rechtop zit. Dan vouw je de band weer uit elkaar en dan breng je je rechtervoet in de band. De bal van je rechtervoet is in de band. Je pakt de band met beide handen vast. Hoe hoger, hoe meer hulp je hebt. En hoe lager, hoe meer je zelf moet werken. Dus voel straks tijdens de oefening wat het beste werkt voor jou. Dan gaan we straks 5 keer afrollen en oprollen. Dus je zorgt ervoor dat je jezelf wervel voor wervel neerlegt met lange armen. Je rolt helemaal af met hoofd en schouders. En dan adem je in en op een uitademing laat je je borst in de mat zakken en pel je jezelf van de mat af. En je hoeft niet helemaal rechtop te komen. Je mag nog steeds een beetje rond blijven en dan rol je weer af. Belangrijk is dat terwijl je afrolt en oprolt, je goed je been van je vandaan in die band blijft sturen en duwen. Die armen blijven lang, dus buig niet je ellebogen. Dat is heel belangrijk. Je houdt lange armen. En als je voelt dat het te makkelijk is, dan pak je de band wat meer bij de uiteinden vast. En als je voelt dat je het niet omhoog kunt komen, dan pak je de band wat hoger vast. Belangrijk is dat je steeds mooi rond op en afrolt. Dus je zorgt dat je echt die articulatie, die wervel voor wervel van de wervelkolom, dat je dat continu doet. Of je nou oprolt of afrolt. En dat je steeds die voet en dat been ver van je vandaan blijft sturen.
Dat been duw je echt weg van je vandaan. Als je dat 5 keer rechts hebt gedaan, dan wissel je naar het linkerbeen. Dan breng je je linkervoet in de band. Je pakt de band vast op de plek waar jij hem vast wilt pakken. Het been is uitgestrekt naast de andere knie. En dan rol je wervel voor wervel af. Dus de positie van het been is ook belangrijk hier. Dat geldt ook voor de andere kant overigens. Je hebt hem echt naast je andere knie uitgestrekt en daar houd je hem ook. Dus je probeert je been niet te laten zakken naar beneden, maar je probeert hem op de goede hoogte te houden, precies naast je andere knie. Je schouders zijn goed bij je oren vandaan. Zeker als je omhoog rolt, laat je schouders niet opkruipen naar je oren, maar blijf je schouderbladen over je rug naar achter sturen, alsof je ze in je kontzak wilt sturen. Dat doe je vooral als je oprolt, want dan is het gevaar dat je schouders naar je oren kruipen. En ook dit doe je 5 keer links. Dus je stuurt je stuitje van je af als je afrolt. En je laat je borst zwaar in de mat zakken als je oprolt. En je stuurt je kin naar je borst bij het oprollen en je rolt echt rond omhoog. En dan ga je naar de laatste keer afrollen. En dan de laatste keer oprollen. En als je dan bent opgerold, dan haal je je voet uit de band en dan kom je rechtop zitten. Tip je je benen naar de andere kant en dan kom je op je zij op de mat liggen. Zorg dat je hoofd op de mat ligt. En dan breng je je bovenste been in de band. De band is enkelvoudig, dus niet dubbel gevouwen. En je pakt de band tussen duim en wijsvingers vast. Of een duim en vingers vast, met name duim en wijsvinger. Maakt een vuist. En die vuist die leg je op je heup. Bovenop je heup. Je onderste arm, die strek je onder je hoofd vandaan. Dus die maak je lang, daar leg je je hoofd op. Je bovenste arm is de elleboog gebogen, dus die hand goed op de heup. En je bal van je voet, van je bovenste been, is in de band. En dan zorg je dat je een goede stretch op de band hebt. Als je nu voelt dat je weinig balans hebt, dan mag je je onderste knie buigen. Dan breng je je knie naar voren. En dan lig je met een gebogen been en dan heb je meer stabiliteit. Maar als je wat meer uitdaging wilt, dan kun je gewoon het onderste been ook strekken. En dan heb je beide benen bovenop elkaar. En dan ga je het bovenste been op heuphoogte brengen. Dus je duwt stevig in de band en dan ga je liften. Korte stukjes liften. Dus lift en down en lift en down. En het belangrijkste is hier dat je veel druk zet in die band, dus dat je je voet echt ver van je vandaan stuurt. Alsof je je taille nog langer wil maken en zeker ook de taille die op de mat ligt, die wil je eigenlijk uit de mat opliften. En dat doe je 8 keer up and down. En als je dat hebt gedaan, dan ga je 8 keer van voor naar achter. Daarbij is het belangrijk dat je je hak naar voren stuurt als je been naar voren komt. En dat je je knie heel lang maakt op het moment dat je je been naar achter stuurt. En tegelijkertijd blijf je dat been op heuphoogte houden. Dus laat je been niet inzakken naar beneden of te ver omhoog komen. Dus je blijft op die lijn van je heup werken. En je focust heel sterk op het lang maken aan de achterkant van je knie op het moment dat je been naar achter gaat. En je billen, je bilspieren. En op het moment dat je been naar voren gaat, dan stuur je echt die hak naar voren. Dus je hoeft niet ver van voor naar achter. Maar het gaat erom dat je de juiste spieren gebruikt. En dan ga je naar de cirkeltjes. Je cirkelt 6 cirkels de ene kant op. En dan cirkel je 6 cirkels de andere kant op. Probeer ook hier druk te blijven houden op de band. Dus je been weg te sturen. En de cirkels mooi gelijkmatig te maken. Als je dat 6 keer hebt gedaan, dan haal je je voet uit de band. En dan breng je je knie naar voren. Dus je legt je knie lekker voor je lichaam en je bovenste arm strek je uit naar achter en je onderste arm naar voren. En dan open je even lekker je borst. En dan voel je misschien stretching je billen en aan de voorkant van je lichaam. En hier, dit hou je een aantal ademhalingen vast, dus je blijft lekker zo liggen. En als je zo ver bent, dan breng je je bovenste arm weer terug op de onderste arm. Dan breng je je knieën naar voren en dan kom je omhoog. Dan ga je op je billen zitten en dan zwiep je je knieën voorlangs. En dan kom je op je andere zij liggen. En dan lig je dus nog steeds met je neus naar mij toe, maar dan lig je op je andere zij. Dus probeer dat, die manier van opkomen na te doen, want dan lig je precies op de goede zij.
En dan breng je je andere voet, je bovenste voet, in de band. Tussen duim en wijsvinger pak je de band vast. En dan zet je hem dus met je knokkels naar voren, je hand op je heup. En je elleboog is naar het plafond, je onderste arm strek je van je vandaan. En dan zorg je dat je in één mooie lange lijn ligt. Dus dat je voelt dat je heup en je schouders in één lijn liggen. En dan lift je het bovenste been weer op heuphoogte, zoals je dat ook deed aan de andere kant. En dan ga je, als je niet genoeg balans hebt, kun je je onderste knie nog buigen. En dan ga je op heuphoogte dat been kleine stukjes omhoog liften. En belangrijk is dat je steeds je been ver van je vandaan blijft sturen. En dat je je taille zoveel mogelijk uit de mat houdt. Doordat je zoveel mogelijk denkt aan de verlenging van het been. En je elleboog van je bovenste arm is uitgestrekt naar het plafond. En ook dit doe je dus 8 keer, net zoals aan de vorige kant. Belangrijk is dat je probeert jezelf niet uit de balans te gooien als je je been oplift, maar juist stil te blijven liggen met je bovenlichaam. En als je dat 8 keer hebt gedaan, dan ga je je been van voor naar achter brengen. En ook hier denk je weer, als je je been naar achter brengt, aan die lange knieholte en je been naar voren, aan de hak naar voren. En je kunt ook denken aan stuit je naar achter op het moment dat je been naar voren komt en stuit je naar voren op het moment dat je been naar achter gaat. Dat helpt je ook in je stabiliteit. En dan probeer je zo min mogelijk heen en weer te bewegen. Wat natuurlijk lastig is, want je brengt jezelf eigenlijk steeds uit balans door je been. En dat doe je dus 8 keer naar voren en 8 keer naar achter. En als je dat hebt gedaan, dan gaan we naar de cirkeltjes. 6 cirkeltjes de ene kant op en dan 6 cirkeltjes de andere kant op. En probeer dat been steeds lang te houden bij het cirkelen. En je been ook op heuphoogte te houden bij het cirkelen. En als je dat beide kanten 6 keer hebt gedaan, dan breng je je voet uit de band, dan breng je je knie van je bovenste been naar voren, onderste arm naar voren, bovenste arm valt open. En dan blijf je even zo liggen en adem je goed in en uit. En als je dat gedaan hebt, dan breng je je bovenste arm weer op je onderste arm. En dan buig je je knieën naar voren en dan kom je op je buik liggen. Als je op de buik ligt, op de mat, dan is het belangrijk dat je denkt aan je onderrug en aan de positie waarmee je op de mat ligt. Belangrijk is dat je hierbij je navel intrekt, zodat je je onderrug ondersteunt en beschermt en lang houdt. En dat je niet gaat hangen in je onderrug. Dus je trekt je navel in alsof je een pinaise onder je navel hebt liggen. Je stuitje stuur je ver van je vandaan naar achter, naar je hakken toe. Dat geldt ook voor je zitbotjes, die wil je eigenlijk ook naar je hakken toe sturen. Je benen zijn lang, dus je spant je benen ook echt aan en verlengt ze. De hakken zijn tegen elkaar aan. Je hebt je benen in pilatenstand. En als dat niet prettig voelt, kun je je benen ook uit elkaar op de mat leggen. Dus dan heb je iets meer ruimte in je heup en je rug, maar bij voorkeur liggen ze tegen elkaar aan in pilatenstand. De ellebogen zijn gebogen, je ligt met je voorhoofd op de mat en je hebt de band vast enkelvoudig, dus de band is uitgevouwen. En dan ga je, alleen je onderarmen liften en weer terugbrengen. Dus je ellebogen blijven op de mat en je liften alleen je onderarmen met die band tussen duim en wijsvinger. Dat doe je in het totaal 7 keer. En je kunt je inbeelden dat de schouder draait terwijl je dit doet. Als een soort kogel in een kom draait je schouder heen en weer. Je probeert je hoofd gewoon op de mat te houden. Je hoeft niet heel hoog. En dan lift je dan, als je dat 7 keer hebt gedaan, lift je nog een keer je armen en dan lift je ook je ellebogen. En dan komen je ellebogen weer terug en daarna je handen. Dus je lift je handen, ellebogen, ellebogen weer terug en dan de handen. En dat doe je in totaal 4 keer. Dus handen, ellebogen, ellebogen terug en dan pas handen terug. Laatste keer, ellebogen, ellebogen terug en handen terug. Als je dat 4 keer hebt gedaan, dan lift je nogmaals de handen van de mat. Dan gaan we de beweging namelijk uitbreiden. Dus je lift je handen, dan lift je je ellebogen en dan lift je ook je hoofd een klein stukje omhoog.
En dan breng je daarna je hoofd weer terug naar beneden. Dan breng je je ellebogen naar beneden en dan je handen. Dat doen we nog een keer. Handen liften, ellebogen liften en dan je hoofd liften. En dan beeld je in dat je een soort skischanspringer bent, dus je hebt een lange nek. En dat doen we nog een keer. Handen, ellebogen, borst mooi open, ellebogen goed breed. En dan kom je weer terug in die tegenovergestelde volgorde. Laatste keer handen, ellebogen. Hoofd, borst is mooi open. En dan leg je je hoofd er terug, ellebogen terug en je handen terug. Als je dat 5 keer hebt gedaan, dan mag je de band even loslaten. Dan leg je je handen gewoon voor je op de mat. Dus je legt je band even naar voren. Je handen zijn op de mat. Dan stuur je goed je schouders over je rug naar achter. Dat je opent je borst en dan kom je met je borst naar voren. En dan kom je een klein beetje omhoog. Je houdt een lange nek, dus gooi je hoofd niet in je nek. En dan stuur je beide armen naar voren met de band tussen duim en wijsvinger. Dus je pakt de band weer vast en je stuurt je armen naar voren. En dan lift je je armen een klein stukje boven de mat. En dan strek je je armen uit opzij. En dan doe je dat ook 5 keer. Belangrijk is dat je goed omhoog blijft en dat je je hoofd niet te veel in je nek gooit. Dus denk aan die skischanspringer. Je hebt een lange nek. Je brengt je kin gewoon een klein beetje naar je borst. En je blijft goed omhoog met je armen. En je blijft je borst goed open houden. En dat doe je dan 5 keer. En als je dat 5 keer hebt gedaan, dan leg je je elleboog op de mat. Je legt je hoofd ook op de mat. En dan adem je even goed in en uit. En als je dan zover bent, dan mag je je hoofd weer liften en je borst naar voren brengen. Dan strek je die armen weer uit naar voren. En dan gaan we hetzelfde doen als wat we aan het begin van de les hebben gedaan in kleermakerszit. Je brengt je armen over je hoofd naar achter. En dan strek je je armen ver uit. En dan adem je daarin en op een uitademing breng je de armen weer terug naar voren. En dan buig je de ellebogen en dan leg je hoofd weer terug op de mat. Dit doe je in totaal 3 keer. Dus je lift jezelf omhoog met je ellebogen. Dan strek je je armen uit. Dan breng je je armen over je lichaam naar achter. Lange nek, dus kin een beetje naar je borst. Maak jezelf helemaal lang. En dan breng je op een uitademing alles weer terug. En dan buig je de ellebogen. En dan laatste keer. Schouders goed over je rug naar achter sturen. Open je borst naar voren. Strek de armen uit naar voren. Inademen, breng de armen over je rug naar achter. Dan blijf je daar even. Je maakt jezelf helemaal lang, kin naar je borst en dan lift je je benen van de mat. Die hou je lang en uitgestrekt en sterk. Gebruik je billen, dan leg je je benen weer neer. En dan breng je op een inademing de armen weer terug naar voren. Dan buig je je elleboog en dan leg je je hoofd op de mat. En dan mag je de band aan de kant leggen. En dan breng je je handen op het breedst, naast het breedste gedeelte van je ribbenkast. Dus best ver naar achter, voorbij je schouders. Dan adem je in en op een uitademing kom je omhoog met je borst naar voren. En dan buig je je knieën. En dan breng je je billen op je hakken. En dan strek je je armen eerst lekker ver van je vandaan, terwijl je juist je billen naar je hakken stuurt. Dan kom je in de child's pose en dan adem je goed in en uit. Dus diep inademen. En diep uitademen. En dan leg je je handen langs je lichaam op de mat. Je ontspant je schouders. En dan adem je diep in en uit. En als je dan zover bent, dan kom je rond omhoog tot zit. En dan mag je een applausje geven voor jezelf, want dan zit het erop voor vandaag.